We kregen net een berichtje van Stefan. En Stefan zegt, jongens, ga eens wat filmen voor YouTube. Dus wij zitten echt een half uur van ja. Want, wat gaat er worden, Joe? Ja, ik weet niet, Robin. Welke games hebben we allemaal? Nou ja, we kunnen een multiplayer battle doen, Robin. Ja. Maar daar hebben we een klein probleem. Ja. We snappen er geen klote van. Nee. Toen zei Robin, nou, maar dan kunnen we het ook tegen de AI doen. Of ja, hij vroeg eigenlijk of we het tegen de AI konden doen, dus ik zeg, ja, volgens mij wel, dus ik ging even kijken, kan wel. Maar ja, het is een beetje suf, hè. Beetje tegen AI, wat ja. Het is en dus deden we het tegen AI. Maar precies, goed. Dat is eigenlijk de conclusie van het hele verhaal. Shit. Goed. Dus, ik probeer een fatsoenlijk leger op te stellen, maar ja, ik doe maar wat. Ik zorg voor een beetje mix, maar ja. Geen idee. Zal ik gewoon meer olifanten erin gooien? Oh shit, wat heb ik? Meer olifanten. Altijd goed. Maar ik ben dus Rome, en wie ben jij? Iceni, de Britten. De Britten. Oké, dat is ook niet echt historisch accurate, maar nee. Dat maakt er niet uit. Wat doen we? Zullen we tegen een paar barbaren of zo? Sure, ja. Yeah. In a world where Rome and the British have formed an alliance to fight their common their neutral, their gezamenlijke vijand, de barbaren. Deze twee gasten hier. De Getae, dat zijn Germanen ergens, denk ik. Okay. Of in ieder geval, ja. Ja, Germanen toch? En Nerviae, dat zijn de Nerviërs. Eigenlijk de oude historische Belgen. Oude historische Belgen? Belgen, ja. Exact. Ik denk wel dat ik een redelijk oké gemixt leger heb. Ik heb wat defensive spearmen. Ik heb een aantal offensieve swordmen. Ik heb artillery. Ah, oké. Ik heb wat slingers. Geloof ik. Slingers, waar kun je die ophangen? Slingers. Om je olifanten. Oh, grappig. Ik weet eigenlijk nu al niet meer eens zeker of ik nou wel slingers had gepakt of niet. Kan jij een beetje van die battle tactieken dan? Of strategische tactieken? Ja. Vecht met de zon in je rug. Ja, precies. Always take the high ground. Dat sowieso. Maar vooral met slingers. Maar dan moet je wel een range zijn, Robin. Oh, mijn leger staat hier al. Oh, mijn is het. Oh. Oh, cool. Jij staat vooraan. Oké, dus dan ben jij de meat shield. Ja, nee, jongens. Je moet hier naar de linkerkant. Nee, ik blijf lekker hier. Nee. Ja, kijk. Wat moeten we... Oh, wacht. Zit je op... Oh, nee. Hoppa. Oké. Okay. Oh, jij gaat rechts? Kan ik ook. Jong. Is dat helemaal goed? Links. Is dat goed? Ja, weet je wat? Ik ga wel naar links. Of ja, wat wil jij? Rechts of links? Ik wil de high ground. Oké. Okay. Oh. Kan ik hier allemaal op één dingetje? Yes! Nou jongens, zijn jullie er klaar voor? Check ze dicht bij elkaar staan dan. Oké. Okay. Ze hebben wel even mijn artillery hier zo. Ja, is goed, joh. Even kijken. Oh, sta ik in jouw olifant. Oh. Ik zit te denken aan mijn Oh, shit. What the heck is dit? Oh. Oké. Okay. Ik zit te denken om mijn cavalerie hier te doen. En dan gaan die via de bergen, komen ze daar een flank ding. Ja, dat is mooi. En dan heb ik deze... Oh, wacht. Defensive hier. I guess. En deze daarachter.
Ja, dan moet het wel goed komen. Ik ben klaar, denk ik. Is dit goed? Ik heb heel tricky gekozen voor Carriot General. Met die waggies, weet je wel. De waggies? Ja. Wacht even. Waar is dat? Huh? Oh! Oh, van, met die waagjes. Wagentjes. Ja. Dat is echt... Die, als je die niet goed gebruikt, dan verneuk je het. Dus waarschijnlijk ga ik het verneuken. Waarom gebruik je deze dan? Ja, die zijn... Ja. Kijk, als je ze goed gebruikt, zijn ze wel oké. Aha. Ze waren goedkoper. Maar goed. We skippen even, want ik ben nog wel eventjes bezig om dit neer te zetten. Oké. Dus we zijn terug in 3 seconden. Oh, 3 seconden maar. Ik kan net zo goed even wachten. Oké. Dus dit is de setup van Jael. Ziet er allemaal heel tactisch uit. En dit is mijn stelletje boeren. Zij lopen echt achter elkaar. Dus. Oh shit, ouwe. Is freaking veel hebben zij, man. Oh jongens, rustig maar, niet zo snel. Reinaldo, jullie kunnen wel hierin. Jullie moeten wel snel. Ik weet niet waar ik mee bezig ben. Oké, mijn freaking... Oh shit, wat doe ik nou? Mijn cavalerie met de olifanten. Is bezig met de flank. Ik weet niet waar ik heen ga flankeren. Ik loop maar gewoon naar voren. Ik heb geen idee waar ik mee bezig ben. zijn we nooit. Oké. Archers at the ready. Misschien is het gewoon als iemand in een... zicht zit, denk je? Oh, die gasten lopen terug. Oh, ze hebben horse cavalry. The enemy horse is attacking archers. Our ally. The enemy is attacking our ally. Orders, my lord. Oh, fall shit. On, bitches. Take them. Fall on. Oké. Cavalerie. Aanvallen. Let's go. Double time. Vallen ze aan, jongens. Kom op. Nee. Oh, terug. ben ik goed bezig? Wat gebeurt er allemaal? Ik weet het niet. Ik heb geen idee wat er gebeurt. Shit. Oké, het wordt tijd voor mijn general om wat... te doen. Intimidate. Jullie daar. Warcry. Jullie daar. Ik wist niet eens dat een general nog micro dingen had, joh. Is mijn artillerie aan het schieten? Schiet maar op die daar. Woe! Val aan! Is dit goed? Hoe gaat die bij jou? ik heb geen idee waar ik mee bezig ben. Oh, shit. Val aan. Kom maar aan die dan. Let's go. Oh shit, alles valt in duigen. Het hele plan valt in duigen. we zien hier... Ah, verdraai, wat een camera. We zien hier olifanten vechten. Tegen paarden. Met paarden aan hun zij. Oh jee. Het is een slagveld. Het is een slagveld, dames en heren. Our men flee the field of battle. What a shameful display. What a bloody hell is this? You call yourself Romans? Hoe gaan we met jou? Even kijken. Heel slecht. Holy shit. Echt een hele kleine dunne lijn van jou. En dan daarachter een dik grote... Ja, fuck. Val eens aan, jongens. Kom op. Oké. Oké. I guess dat dit goed is. Wacht, val die aan. Schiet. Hebben ze geen pijlen meer of zo?
Hoor je wel? Goed, de rest gaat daarheen. Go. Kom op, give me a status report, Joel. Echt, mijn mensen die vliegen van het veld af. Ze vliegen van... Oh shit, oh shit. So, we have lost the battle, but we have discovered flight. Our general has fallen. Our general has fallen, nee! Joel, nee! Oh shit. Nou, ik heb echt nog maar 6 troepjes over. 6? Oh. Wacht eens even. Had je het op een difficulty kunnen zetten? Ik zie nu dat eigenlijk al mijn artillery dood is. ja. Ja, dat klopt. Heb jij dat gedaan? Nee, natuurlijk niet. Ik kan je. Ik ga jouw artillery even kapot maken. Ja hoor. Ik zie het al voor je. Echt jongen, mijn general unit is zijn dikke coureurs. Even voor de goede orde, ik heb nog maar 3 troepen. Oh shit. Oh, nu is een hele unit dood. Kijk mijn general rijden dan met al die speren achter me aan. Oh nee, wacht, dat is Nine Cat. Die andere moeten we hebben. Benny Hill. Hoe? Benny Hill? Hoe? Benny Hill. Dat is oh shit, hoe gaat hij ook weer? Oh. Hey, wil je het eens een keer en dan weet je gewoon niet meer hoe die gaat? Ik heb alleen nog maar 1 slinger unit over. Oh shit. One of our units has used all its ammunition. Oh, unit has used all of its ammunition. Shit man, ik begin spontaan gewoon spraakproblemen te krijgen. Mijn general oh, ik dood. Zie het, ja. Ja. Ik heb gewoon een slingertroep en die wordt gewoon achtervolgd door 3 units. Hoe dan? Ik heb deze freaking gozer ontsingeld met 20.000 man. En mijn gastjes denken van, oh shit, ik red het niet. Oké, mooi, die is weg. Volgende, let's go. Rennen, bitch. Go, 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 march, march, march. Ik ga zo dood. Kijk dan. Dan komen ze allemaal van mij. Shit, joh. Oh, shit. Ah, je hebt je olifanten nog. Ik heb mijn olifanten nog. Ik heb mijn slingers nog, hoor. Ze zijn exhausted, though. Pas op, je zwaagt mensen hierachter. Waar? Oh, shit. Maar mijn slingers komen eraan. Val die aan. Oh jee. Er worden op ze geschoten. Zijn er cheat codes? Hey, er rent hier een paard. Van wie is die? Noble Horse. Van hun. Oh jongens, dit is echt niet... dit is echt zo'n slecht voorbeeld van hoe je dit spel moet spelen. Nou, zo, dat gaat ook de titel zijn van deze video. Slecht voorbeeld. Total Rome 2. Hoe speel je geen Total War? Oh nee. Mijn slingers zijn. Nee. Oh, kijk dan. Ze zijn bang voor mijn olifanten. Check ze bang zijn. Doei. Oh, wacht, die niet. Ga nog winnen, Robin. Ja, jij gaat winnen, want ik heb het helemaal vernukt. One of our units has used all its ammunition. Ik zou het heel vet vinden als ik dit nog win. Val aan. We gaan daarna nog even eentje doen en dan gaan we een hele goede tactiek gebruiken samen. Goede tactiek? Ja. Kunnen wij dat? Ja. Oh, deze olifanten zijn toch wel echt de MVP van de match, hoor. Ja, ook de duurste. Ja, 14.000. 1400. Ja. Oké, olifanten, val die freaking pijl- en boogknakkertjes aan. Let's go. Wat nou exhausted? Jongen, jongen, jongen. Heb je nooit gerend in Afrika of zo? Kom op. Weet je hoe zwaar die beesten zijn? Ze hebben honger. Nou.
Kickstart! Sniggers aanrijden dan. Kom hier. Pas op, hè, want olifanten zijn slecht voor... zijn slecht tegen range dingen, zoals speren, vooral. Ja, maar dit zijn pijlenboogknakkertjes, toch? Oh, one of my units has gone berserk. Oh dear. Nou, dit win ik dus niet meer. Ja, ik zie het. Chicks are redden. Our men flee the field of battle. Ah jongens, ren nou toch niet weg dan. Ik heb een gevoel dat gewoon de helft van mijn mannen gewoon niks doet. Waarom vallen ze niet gewoon aan? Ja hoor, ga maar weg. This is a shameful display. We are losing ground. No shit. Kijk dan naar al die mannen die hier dood liggen joh, wat een slagveld. Wauw. Die olifanten laten deze sperenmannetjes bang. Oh shit, check dan. Dat is cinematic mode, hè? Cinematic, hoe doe je dat? Toggle cinematic mode. Zucht. Wauw. Oh shit. Nee, dat wil ik niet doen. Dames en heren, dit is hier echt een freaking groot gevecht. Men flee the field of battle. No! Oh, ze trekken terug. Ze trekken terug. Ze komen terug. Wie? Die gasten daar. Wat is dit? Left click is circle. Press up and down. It's not working. We kunnen ook veranderen en dan gaan we even een nieuwe. Nee, dit win ik nog. Ja? Ze rennen wel allemaal weg. Auxiliary infantry. Our men flee the field of battle. Een olifant. Nee. Nou, dit zijn dus de laatste mannen die ik heb. We will fight till the end, we will not retreat. Die olifanten zijn exhausted. Woe! Pak die pijlenboogknakkers. Ja, dat is één. En dat is twee. Hey, check it. Bam. Ben je naar die olifant aan het kijken? Oeh! Ja. De vloog gewoon zijn vent. Oh, kijk ze bang zijn. Kijk ze bang zijn. Ik ga gewoon zo meteen gewoon een heel leger met alleen maar olifanten maken. Oh, dat is niet zo'n goed idee, denk ik. Jawel, dat is een vet goed idee. Ze zijn bang, joh. Kijk ze rennen. Ja. Maar dat zijn ook wel skirmishers, hè? Die, of slingers. Auw! Ze pakken er gewoon drie tegelijk. Nee! Oh. Closely enemy victory. Echt? Ja. Ah, hebben we het goed gedaan? Ja, zeker! Oh, shit.